Welkom in de Ziggo Woonkamer. Ik zit hier uh, naast Vincent. Wat doe jij precies in deze show? Wat is jouw rol? Bij deze show uh, ben ik uh, de choreograaf voor de Ladies of Soul en uh, ik uh, gooi geveer uh, alle staging, dus de posities waar de dames heen gaan, de bewegingen die ze doen, um, eigenlijk alle invullingen met uh, dans en uh, ja, acts, talenten. Dat, uh, ja, dat regel ik allemaal. Ja, want de dames die hebben natuurlijk uh, weinig. Uh, Tijd om, om natuurlijk te repeteren en ja. daarom zit hier Noor ook. Noor, wat, wat doe jij dan precies? Uh, ik ben uh, danseres in de show, maar ik ben ook uh, stand-in geweest voor de ladies. Dus ik ben eigenlijk uh, treintje twee, om het zo te zeggen. Uh, wij hebben eerst de tracks van de ladies geleerd, dus de loopjes, hun plaatsen. En uh, wij begeleiden hen daar dus bij, dus in de repetities uh, doen wij dan voor wat ze moeten doen. En als ze vragen hebben, kunnen ze naar ons toe komen. Uh, live, als, het, als, het, uh, als zij daadwerkelijk gaan zingen, dan kunnen ze jou ook horen, heb ik begrepen? Ja, ik uh, sta aan de zijkant van de, en uh, aan de voorkant van het podium, en dan heb ik uh, oortjes in. En dan uh, kunnen, ze, uh, kunnen ze mij horen via de microfoon. En dan uh, geef ik ze af en toe wat uh, aanwijzingen uh, voor op het podium, zodat ze uh, ja, eigenlijk comfortabel op het podium staan. Dus ik ben eigenlijk een soort van uh, klein hulpje uh, in het oortje, een klein stemmetje. Je hoort het, de belangrijkste man van de show zit hier gewoon naast mij. Dankjewel voor jullie tijd en succes zometeen. Ja, ook bedankt.